En die is goed over. Schitterend. Overvliegende ganzen in de mist. En ik ben een spoor aan het uitlopen voor Willeke met Thijs. En Thijs gaat hard. We zijn behoorlijk wat speurders. Wat honden de revue gepasseerd die hard gaan. En met hard bedoel ik dat ze een enorm tempo maken tijdens het speuren. Het gemiddelde ligt toch inderdaad wel op zo'n, van de meeste honden en de speurcombinaties, op een stevige 5 km per uur. Over de bospaden heb ik het dan over. Dan is er een gedeelte wat een goede 6 km per uur tekeer gaat. En dan komen toch wel die kanonnen, zoals ik ze noem. En dat is zowel groot als klein hoor. Heeft echt niet te maken met dat alleen maar... En linksaf is helemaal goed over. Maar het zijn echt niet alleen maar de herders of de grote jachthonden. Het zijn zeker ook de kleinere rassen die dat met gemak halen. Die 7 km per uur. Dan begin ik al wat te hijgen. Op het spoor wat ik daarvoor aan het lopen ben. En dan komt toch wel die categorie Thijs. Die nu achter mij aan zit. Dan gaan we toch richting de 7,5, 8 km per uur. Op sommige momenten richting zelfs de 9. Ja, dat gaat gewoon hard. En dan ga ik hijgen. En dan moet ik af en toe even... En linksaf is helemaal goed over. En ze zijn dus nu al, zijn ze mij eigenlijk aan het inhalen. Ik heb dus een enorme voorsprong genomen. Maar dan merk ik, wow, dat zit me letterlijk op de hielen. Ze komen eraan. En dat is nu aan het gebeuren. Ik vind dat een prachtig spel. Het is een spel wat ik speel tegen de speurhond. Om het spoor goed te lopen. En ik ga hier door de modder. Ik ga nu zelf tempo erbij zetten. Dat wordt nog even nog wat meer hijgen. Maar dat gaan we doen. Om een mooi spoor te lopen. En daar een lekker gevoel aan over te houden, want dat is het. En dan doen we dat. En zo gaat dat. Ik hijg hier nog wat verder. Thijs op de hielen. Willeke erachteraan, niet te vergeten. Schitterend. Fijne dag. Hey, ja, goed gedaan man, goed hè? Oh, een lekker sportje.